Na de melding zijn mensen van de forensische opsporing ter plaatse geweest. Men heeft een onderzoek ingesteld en men is tot bepaalde conclusies gekomen. Het vermoeden bestaat, dus aan de hand van aangetroffen sporenbeeld, dat de mevrouw als bestuurder van het voertuig, rechtse besturing, heeft gereden. Op een gegeven moment moet er een woordenwisseling of iets zijn ontstaan. Ze is vervolgens door het hoofd geschoten, waarbij ze een inschot heeft aan de linkerkant van het hoofd en een uitschot aan de rechterkant. Het projectiel is vervolgens tegen het dak aangekomen en is in de bovenste deurspijl gaan vastzitten. Vervolgens heeft de schutter het wapen naar zichzelf gekeerd, heeft zichzelf van rechts uit in het hoofd geschoten, inschot rechts, uitschot links, die penetratie door het hoofd en vervolgens door die linker voorportierruit naar buiten. Daarna is het wapen door die bewegingen en uitvallen van hersenen en andere delen, krijg je dat wapen op een gegeven moment dit gaat doen. En dat wapen is toen tussen die man zijn benen. Maar bij het verlenen van EHBO heeft men dat wapen verplaatst, waardoor dat wapen netjes aan de kant is geplaatst en men het publiek tot andere conclusies is gekomen. Vandaar dat ik zeg, wij moeten dan nagaan aan de hand van lichting van bepaalde zaken, als de mogelijkheid bestaat dat het, ja, dat het zo is zoals het sporenbeeld aangeeft. Ten aanzien van het schieten kan verder worden aangegeven. Er zijn twee hulsen in het voertuig aangetroffen. Eén aan de voorzijde en één aan de achterzijde van het voertuig. Patroon aangetroffen aan de achterzijde en voorzijde zijn beide afkomstig uit het wapen van de schutter. Dus ten aanzien daarvan is nagenoeg 99,99% zeker dat het gaat om een geval van moord, zelfmoord. Dus die twijfel die er in de samenleving bestaat, als er sprake zijn van een liquidatie, kan helemaal achterwege gelaten worden. Er is helemaal geen sprake van een liquidatie. Het gaat gewoon vanwege het technisch onderzoek en het aangetroffen sporenbeeld. Het is duidelijk in deze dat er sprake is van moord gevolgd door zelfmoord. In de Kwikstraat zijn we nog niet helemaal klaar met het onderzoek, maar voorlopige zaken hebben we indicaties, sterke indicaties dat er vermoedelijk sprake moet zijn ook van een zelfmoord. In tegenstelling van wat mij aangeeft dat het moet gaan om een beroving, het moet gaan om een zelfmoord. Maar voor die familie is het altijd een twijfel, vooral als men geen afscheidsbrief achterlaat van wat de eigenlijke motieven zijn. De politie heeft dan aan de hand van bepaalde zaken, ook zaken die op Facebook gepost worden, krijgt de politie steeds meer onderzoekslijnen. Want elke post die geplaatst wordt, is ook aanleiding voor de politie om dat ook mee te nemen bij het onderzoek. Dus de politie krijgt ongewild zoveel informatie van deskundigen dat het onderzoek langer, het eindresultaat van het onderzoek ook langer op zich laat wachten. Want wij moeten ook alles nagaan. We moeten proberen om alles uit te sluiten. Dus in dat geval zijn we nog niet helemaal klaar, omdat er bepaalde onderzoekslijnen zijn die nog niet volledig zijn uitgewerkt. Maar de eerste bevindingen zijn dat het moet gaan om een zelfmoord. De DVR, de harde schijf, is ook achterhaald aan de hand van camerabeelden. Het is door het slachtoffer geplaatst in een vuilzak op die vuilrek buiten. Dus ja, ten aanzien, er zijn ook camerabeelden in de omgeving bekeken. Er zijn ook geen mensen gesignaleerd die in de woning zijn geweest. Toch? Dus er zijn nog zaken die ook bij ons vragen oproepen. Maar ik denk dat we, als we eenmaal zo ver zijn met het onderzoek, dan alsnog met een statement kunnen komen van wat er precies daar gebeurd is. Maar de eerste indicaties zijn dat het moet gaan om een mogelijke geval van zelfmoord. Ten aanzien van het geval van de Kwikstraat, wil ik dit even nog erbij zeggen. Het is altijd handig, eigenlijk zelf geboden hoor, dat wanneer een zaak bij de politie is, dat het resultaat van het onderzoek wordt afgewacht. In principe nemen we mensen die allerlei zaken posten niet kwalijk. Maar we vinden het wel een beetje jammer dat familieleden allerlei zaken de wereld in helpen en een bepaald beeld proberen te creëren. Wat we tot nu toe, zoals mijn collega Cederboom heeft aangegeven, tot nu toe
Wat het onderzoek heeft uitgewezen is dat 1. Niemand de woning heeft betreden. Er zijn zelfs uitspraken daar gedaan door familieleden die erop duiden dat het eigenlijk onmogelijk is. Of in ieder geval, er zijn geen sporen van inbraak aangetroffen. En als op een gegeven moment er camerabeelden tevoorschijn komen die aangeven, of in ieder geval waarvan is af te lezen, dat die jonge dame een vuilzak op het vuilnisrek heeft gezet. En bij onderzoek in die vuilzak blijkt dat die DVR die uit die box is gehaald, daarin zit. 1 en 1 is nog steeds 2, mijn mensen. Ja toch? Er is wel een comedy-serie, 1 en 1 is 3. Maar dat is een comedy en de praktijk van het leven kan maken dat 1 en 1 zelfs 100 wordt. Maar rekenkundig is 1 en 1 nog steeds 2. En de politie gaat zo professioneel en objectief mogelijk te werk. En om zaken te suggereren in een bepaalde richting. Wij kunnen ook van alles en nog wat zeggen. Want we weten heel veel. We kunnen heel wat zeggen van wat er mogelijk daar is gebeurd aan de Kwikstraat in de loop der tijd. Maar we gaan ons niet naar dat niveau gaan verlagen. Ondanks het feit dat familieleden proberen een bepaalde wending aan de zaak te geven. En dat dit ook wordt opgepakt door derden met mogelijk andere bedoelingen. Maar wij blijven professioneel, we blijven objectief. Het onderzoek is nog niet afgerond. Dus ik wil de samenleving oproepen om in voorkomende gevallen, vooral familieleden, om in voorkomende gevallen het onderzoek van de politie af te wachten. Voor zover ik mij kan heugen, heeft de politie nooit gesteld dat er geen geld is ontvreemd. Als de familie beweert dat er geld is ontvreemd, dat is voor hun rekening. Wij hebben niet dat er geen geld is ontvreemd. Wij zeggen op basis van wat er is aangetroffen, het onderzoek tot nu toe, dan lijkt het er heel veel op dat er sprake is van zelfmoord. En we hebben genoeg reden om tot die conclusie te komen. We willen, het onderzoek is nog in volle gang. Ik heb net al gezegd, we kunnen heel wat zeggen over deze zaak. Maar we willen mensen niet kwetsen. We willen mensen niet kwetsen. Dat is niet ons werk om mensen te kwetsen. Maar we willen wel een objectief onderzoek verrichten. En we vragen de gelegenheid om dat te doen. En wanneer we zover zijn, dan komen we wel met het resultaat naar buiten. Ja. In ieder geval, wat nodig is om prijs te geven, zullen we dan prijs geven. In ieder geval, de politie is daar geweest. En in feite, bij de eerste indrukken al haar van de politie, waren er al twijfel of er een beroving kon zijn. Maar goed, je neemt dat alles mee, je start je onderzoek. En zoals ik eerder heb aangegeven, tot nu toe kunnen wij niet stellen dat er sprake is geweest van een beroving. Ja, ten aanzien van het technisch gedeelte. Ja, dat onderzoek is natuurlijk ingesteld. Op het wapen zijn alleen vingersporen van het slachtoffer en... Nou, genoeg alleen van het slachtoffer aangetroffen.